Dus meneer Schuiling, goedemorgen. Goedemorgen. Is maar even dat debat. Gaat u 2 dagen lang op de publieke tribune zitten in de Kamer? Ja, dat is wel gepland. Is het ook onder het mom van vreemde ogen dwingen? Ik hoop niet dat het nodig is. Ik hoop dat het kabinet de inzet pleegt die de enquêtecommissie ook heeft verwoord. Namelijk zorg dat er nu eindelijk eens een keer op een nette manier wordt omgegaan met de Groningers. Maar er moet nog wel heel wat werk worden verzet. Hoeveel vertrouwen hebt u erin eigenlijk dat dat gebeurt? Minder dan 50% op dit moment. Ik vind dat de gesprekken eigenlijk moeizaam verlopen. Het kabinet heeft bij zijn aantreden aangekondigd dat er ruimhartig zou worden omgegaan met de Groningers. En de ellende die dat bij ons heeft teweeggebracht. En ik merk nog weinig van die ruimhartigheid, moet ik zeggen.